Hi, welkom bij deel 2 van How to Clean. In deze video gaan we stap voor stap uitleggen hoe je de clean techniek voor jezelf aanleert en wat de stappen zijn als je hem wil gaan opbouwen. In de volgende video zijn we al dieper ingegaan op wat de posities zijn en hoe die heten. Als je die nog niet hebt gezien, raad ik je aan om die even te gaan kijken op ons kanaal, want dan wordt deze video een stuk duidelijker. Aangezien de clean zo'n gecompliceerde oefening is en er heel veel kleine deeltjes zijn die fout kunnen gaan, is het belangrijk om kleine deeltjes van de beweging aan te leren, zodat je het aan het einde goed kan samenvoegen en dat dat de clean wordt. Belangrijk is dus ook dat je het in deeltjes blijft leren en dat je niet gaat proberen om de grote oefening in één keer jezelf aan te leren, want er kunnen er zoveel dingen fout gaan dat de rest van de oefening ook automatisch niet meer goed verloopt. De eerste stap die je gaat oefenen, dat is de strict muscle clean en dat doen we vanuit de high hang position. Dus voluit heet het de high hang strict muscle clean. Hierbij is het vooral belangrijk dat we gaan oefenen op die lockout positie, die we ook in de vorige positie hebben gedaan, de front rack positie. En je gaat ervoor zorgen dat je elke keer precies in die goede eindpositie landt. En dat doe je door middel van je elleboog goed omhoog te trekken, goed je schouders op te trekken en dan zo snel mogelijk je ellebogen om de bar heen te draaien. Belangrijk voor de positie is dat je dus begint met je armen helemaal gestrekt en relaxed. En je leunt een klein beetje met je schouders over de bar, maar dat is echt minimaal. Vervolgens trek je krachtig je schouders op, trek je ellebogen recht omhoog en draai zo snel mogelijk je ellebogen eromheen en de bar op te vangen in de front rack positie die we in de vorige video ook hebben doorgelopen. De volgende, dat is de hang strict muscle clean. Het verschil dus tussen de high hang en de hang is dat je ietsje naar onder zakt, maar je blijft dus wel boven de knie. Dus je gaat ietsje met je schouders over de bar heen hangen en vervolgens is de beweging precies hetzelfde als bij de high hang strict muscle clean. Dus weer goed die schouders optrekken, ellebogen krachtig omhoog trekken en dan zo snel mogelijk die ellebogen eromheen draaien. Focus weer op die eindpositie. In die hangpositie is het belangrijk dat je goed met je schouders over de bar heen leunt. Je leunt daarnaast ook goed op je voorvoeten en je knijpt je schouderbladen een klein beetje naar elkaar toe, zodat die rug goed recht blijft. De volgende variant is de hang power clean. Het verschil tussen de power clean en de muscle clean is dat je bij de power clean je voeten verplaatst en dat je ietsje onder de bar zakt. Het voetenwerk bij de power clean kan soms ook nog best wel lastig zijn. Dus als je daar moeite mee hebt, dan is het best wel handig om dat ook los te oefenen. Bij een clean is het belangrijk dat je eerst volledig je benen strekt voordat je onder de bar komt. En dat is ook een veelgemaakte fout die je ziet, is dat mensen niet hun benen volledig strekken en zo snel mogelijk onder de bar willen. Met een lege stang kan dat nog, maar stel je hebt straks een stuk meer gewicht op de bar, dan wordt het al een stuk moeilijker omdat je vanuit het strekken van je benen juist je kracht haalt om die bar omhoog te gooien. Een goede drill om dat voetenwerk te oefenen, dat kan je gewoon zonder barbel doen. Dat doe je door goed je benen te strekken. Je komt eigenlijk helemaal op je tenen, dat hou je eventjes kort vast. Vervolgens spring je met je voeten naar buiten en land je eigenlijk in een soort mini squat positie. Dus daarbij draai je je voeten vaak ietsje naar buiten en splijt je als het ware met je voeten naar de zijkant toe. Dus eigenlijk blijven de stappen vanaf de knie tot het moment dat je je ellebogen omhoog trekt, blijven precies hetzelfde tussen de muscle clean en de power clean. En het grootste verschil daarna is dat je dus de bar niet zo hoog hoeft te gooien, maar dat je dus snel onder de bar komt. Hierdoor zou je dus als er meer gewicht op de bar zit, hoef je de bar niet zo hoog te gooien, want het grootste deel laat je de zwaartekracht het werk doen en kom je zelf onder de bar. Ik adviseer ook altijd als je het jezelf gaat aanleren om in die catch positie, dus dat is dat je knieën lichtjes gebogen zijn in die front rack positie, altijd 3 seconden te pauzeren, zodat je lichaam gewend kan raken aan die positie en dat je ook sterker kan worden in die positie. De volgende stap zal alsnog die hang power clean zijn en dan doe je die 3 seconden pauze bovenin. Vervolgens squat je rustig naar beneden en squat je weer omhoog. Dat is 1 herhaling. Het doel van deze oefening is dus leren om die bar goed op te vangen en vervolgens naar beneden te squatten in een goede positie. Dus eigenlijk werk je al naar een volledige clean toe zonder dat je gelijk snel helemaal onder die bar komt in een squat positie. De volgende tussenstap zou zijn dat je die hang power clean doet, maar in plaats van 3 seconden pauzeert, alleen de bar rustig opvangt daar en vervolgens weer naar beneden squat en weer omhoog. Als je vervolgens die front squat doet naar die hang power clean, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk je rug blijft opstrekken. Dus je wil eigenlijk je ellebogen al een klein beetje omhoog duwen en die rug continu op blijven strekken en zo rechtop mogelijk blijven squatten. Je merkt namelijk dat als je wat zwaarder gaat cleanen en je verliest die spanning in het strekken van je rug, dan ga je die bar verliezen door hem naar voren te laten vallen. Dus belangrijk is al met licht gewicht dat je die positie zoveel mogelijk traint om de strekking te houden. En de laatste stap naar een wat bijna volledige clean zou zijn, en dan heet het dus eigenlijk de hang clean, is dat je vanuit die hang positie hetzelfde doet als bij de hang power clean, maar vervolgens de bar opvangt en gelijk naar beneden squat en weer omhoog. Op deze manier wordt het dus een veel vloeiendere beweging en doe je eigenlijk een volledige hang clean. Wat ik zelf vaak wel aanleer bij mensen als ze beginnen met het leren van de clean, is om die bar nog ietsje hoger op te vangen en hem als het ware naar beneden te squatten en gelijk weer omhoog. Op een gegeven moment, als je wat gevorderder bent, kan je die bar steeds lager op gaan vangen, zodat je minder kracht nodig hebt om de bar hoog te gooien. En dan kan je dus uiteindelijk ook meer gewicht cleanen. Want je zou altijd meer gewicht kunnen front squatten dan dat je de bar boven je heupen kan trekken.
In deze video zullen we verder nog niet behandelen hoe het gaat als je de clean vanaf de grond wil liften. Dat gaan we in de volgende video nog behandelen, omdat er ook weer heel veel dingen zijn waar je op wil letten. En we willen de video's nog niet te lang maken. Dit is ook natuurlijk niet alle informatie die over de beweging is. Het is zo'n gecompliceerde beweging dat je er uren over door kan praten. Ik wil de video's vrij compact houden, vandaar dat we hem ook in 3 delen opdelen. Dus in de volgende video zullen we ook gaan behandelen hoe je hem vanaf de grond zal liften. En doen we ook nog wat mobiliteitsoefeningen als je moeite hebt om bepaalde posities aan te nemen. Ik hoop dat de informatie in deze video een beetje duidelijk was. Heb je vragen, schiet ons even aan in de gym of laat het onder in de comments. En ik zie je graag in de volgende video. Ciao!